Laatste aflevering van Villa Ruimzicht, de verbouwing. We blikken straks nog even terug op de afgelopen 20 weken. Maar we gunnen ons eerst even een blik in de kookstudio. ATAG directiemedewerkers hebben vandaag een belangrijke vergadering gepland in een van de daarvoor bestemde businesskamers van Villa Ruimzicht. De kids mochten mee om een dagje pannenkoeken te gaan bakken. Onder begeleiding van de kok des huizes. Allemaal hartelijk welkom hier bij Villa Ruimzicht. Nou, jullie hebben al een beetje rondgekeken, hè? Het is allemaal hartstikke nieuw, hè? Nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan spelen met chocola. Daar gaan we lekker rotjes van maken. Dat doen we met Krusli. We gaan koekjes bakken. Het deeg voor de koekjes heb ik al klaar. Maar ja, we gaan met die hele leuke oven spelen. Dus daar gaan we wat leuks mee doen. En behalve dat gaan we ook pannenkoeken bakken. Nou, zullen we dan maar eens gaan beginnen dan? Dat lijkt mij ook wel, hè? Natuurlijk wordt er gekookt op de ATAG keukenapparatuur bij Villa Ruimzicht. Giet het er maar in. Oké, het lepeltje weer terugzetten. Heel goed. Deze oven, dat is een hartstikke makkelijk ding. Er zit bijna een kok in. Je hebt mij niet nodig thuis. Echt niet, je hebt mij echt niet nodig. Want met één knop zegt hij nogal goedendag ook. Het is een hele vriendelijke oven. Nou, wie schuift de koekjes erin? Jij? Jij maar onderin. Ja. Ja, doe maar. Doe die maar. Die is goed. Die is goed. Mag jij de andere plaat erin doen, Gijs? Heel goed. Doe er maar in. En dan smikkelen en smullen maar. En, hoe smaakt die? We gaan naar de papa's. En wat zijn de papa's aan het doen? Aan het vergaderen. Doe maar, goed zo. Rechtdoor. Is dit gepland? En rechtdoor. Goed zo. De papa's worden uiteindelijk verrast door al het lekkers dat gemaakt is door hun eigen kinderen. Hey, goedendag. Hier zijn de papa's. Ga naar binnen. Oh, lekker. Kom binnen. We hebben ze eigenlijk al een koekje verdiend, hè? Hebben jullie zelf gebakken, hè? Of niet? Geef ze allemaal maar een koekje.